We zijn hier vandaag voor de onthulling van het ornament op de Utrechtse poort. Een beeld dat van oorsprong op de poort stond. Wij werden een paar jaar geleden benaderd door twee bewoners van de vesting. Wim Kloosterman en Joop Kruiswijk. Met de vraag of wij ervoor in waren om dat beeld te reconstrueren en terug te brengen op de Utrechtse poort. De rol van monumentenbezit hier binnen is geweest dat wij sowieso open stonden voor het initiatief. We hebben een substantieel deel bijgedragen financieel. En daarnaast is voortdurend kritisch meegekeken tijdens het proces van het maken. Zodat er een zo waarheidsgetrouw mogelijke reconstructie tot stand kwam. Ik ben Willem Noyons, maker van dit object. We hebben met mijn atelier de afgelopen maanden met heel veel plezier gewerkt aan een reconstructie. De trofee is in 1943 of in die periode is die verdwenen. Niemand weet waarom en waar die naartoe gegaan is, maar hij is dus weg. Dus jarenlang heeft de Utrechtse poort zonder trofee gestaan. En nu door een initiatief van twee Naardenezen en met medewerking en hulp van de Stichting Monumentenbezit komt hij weer terug. En wij mochten dat maken. Bijna alle voorwerpen zijn gemaakt met een basis van EPS-schuim, waarover was is aangebracht. Met die was eroverheen kun je ook allerlei texturen, oppervlaktes maken, die laten zien dat het ene onderdeel van hout is, het andere onderdeel van brons geweest is, van ijzer, zoals de helm en het kuras. Hij heeft in musea en beeldbanken objecten en afbeeldingen gevonden. Aan de hand daarvan een compositie gemaakt en een wassenmodel. We hebben dat vervolgens in zijn atelier beoordeeld en er nog een paar kleine dingetjes aan veranderd. En toen is het vervolgens naar de bronsgieterij gegaan. Daar hebben ze er een mal van gemaakt en vervolgens het ornament in stukken vergoten. Het is in de gieterij geassembleerd en voorzien van een patinalaag met de hulp van onze metselwerk aannemer Nico de Bond is het erop opgehezen en vastgezet. Vanmiddag is het onthuld. Het project is van belang voor monumentenbezit omdat het de architectuur van de poort afmaakt. Maar daarbij creëert het een binding met de stad, met zijn bewoners. Het creëert draagvlak en dat is voor ons een wezenlijke bijdrage aan de instandhouding van het erfgoed.